Jammer, ja, afgelopen versie. 3 miljoen dollar gedaan. Ah, jammer hoor. Ik heb geen bouwtechnische kennis maar meer. Want toen bouw ik meneer Mungera. Als ik gebouw naar Bas Brokko. En om het te slopen is een half miljoen US dollar. Ja. Voor de SDC. Terwijl, het is zo'n adres. Ja, meneer Belfort. Ruggen afdelen voor asset neerdraai. Lap bijna tapu. Reagentie aan de. Maar look dat pe. Dat is ref aan die maar die meneer Yankee. Kisa bouw voor een nieuw DNA gebouw. Aan een vergaderzaal. Baka die inschrijving hori. Want tra aan die maar kiezen voor een veel lager bedrag. Dat we ora hori naar kabinet VP. Ora is onderraad aanbestedingen en kunningen. Dat is aan mij verstaan. Dat is een pura ora kon aan mensen bij kiezen voor een lager bedrag aan doen, dat de man die aannemers aan bouwers aan die voor een veel hoger bedrag. En zij zijn nu, dat allemaal bouwen vergaderzaal, zijn je voldoen aan de stedenbouwkundige eisen bij UNESCO op Poerserland op een werelderfgoedplein. Toch de man die ik op het eerste steenlegging draad. Alle aannemers verenigd, de man die tegen aan bouw. Maar je staat ook in een mijn brief uit Noyere. Maar ga er zal daar wel nodig. Is het nodig? Ik ben nodig, maar ik ben bouwen sinds. Ik ga bouwen met je toch? Wat is het nodig? De maat kan het. Aan het, dat ben je ook bouwen. Dus, look op mijn money, go eraan. Is er een versie? Ik ga gewoon een paar kleine, dan ben je tegen de vlak. Terwijl ik kom toen een abouagino, de voekgaradier, een veiligheid. De ammonie die zit kapot direct in haar veiligheid toch. Maar dat gebouw is niet voor mij. Jari Jagba en de regering is precies 18 moeten te voegen. Alle die bijna beroefingen, alle wiki beroefingen. Dus, ammonie is bij kapot en haar gezondheid. Gezondheid, veiligheid, onderwijs. Ja toch. De leerkrachten op nog ammonie. Ja. Onze gepensioneerde ambtenaren. Onze mensen met een beperking. Ja. Dus moet we een live even naar een man die zien. En dan een follow-up hier. Ja, dat kan niet. Maar look it up at TV. Maar hoe maak je nee? Maar we klaar wat toeroko. Wij zijn van Kwata. Maar voor Pef Kwata? Weg naar zijn omgeving. Oh. Bob Shaker voor Centro. Ja? Bob Shaker voor Centro. Oké. Ja. Voor naar Toruma. Oké, niet terug naar Toruma. Met wat kiet u maakt, misschien niet op grote schaal te lukken. Bless you. Ja, ja. De meis loopt aan gebouw. De meis loopt aan gebouw. Hoe moet je gaan eraan? Meneer Satokino, hier is loopt aan gebouw. Alles maar je lukt om een bus top drapen de maar je lukt zelfs aan. Kapitaalvernietiging. Hi, meneer Belfort, u bent. U bent niet te spreken hierover. Nee. Dat doe je nou niet in een democratisch land. Waarbij de meningen van het volk ook telt. Dat doe je niet. We zijn in een crisis. Ik moest vandaag naar het ziekenhuis voor een controle. Het lab van AZ heeft geen reagentie. Je moet naar buiten, particuliere lab. De ziekenhuizen kampen met tekorten. De röntgenafdeling, die is ook onderbemand. Zoveel mensen weg. Onderwijs kampt met gebrekkig meubilair, dan wel geen meubilair. En kijk daar, $500,000 om dit te slopen. 300 of 3 miljoen euro is eraan, zit je daar, wordt nu vernietigd. 3 miljoen euro. Door meneer Santoki gebouwd toen. Ik dacht een familielid van hem, meneer Yankee, had dat werk gehad. En schrikt u niet, het is afgekeurd. Ik heb geen bouwkennis, maar ik heb naar anderen geluisterd, meneer
Mongra, onder andere, die zegt het hoeft dan niet gesloopt te worden. Je kan het afbouwen met een paar aanpassingen. Ja, maar meneer Santokki luistert niet. En hij toont ook dat hij niet luistert. Kijk daar. Dit is, ik dacht, 2007 zo gebouwd en gelaten. Nu zelfde aannemer, meneer Janki, kreeg een werk waarvan al aanbesteding gehouden. Een aannemer voor een veel lager bedrag bouw nieuw vergaderzaal, nieuw bouw DNA. En wat gebeurt er? Oorag, onderraad, aanbestedingen en gunningen van de ministerraad, die houdt een oorag. Neemt dat werk van die aannemer die het al gegund had gekregen en geeft nu aan dezezelfde aannemer die dit had gebouwd. Die in familieverband staat met meneer Santokki. Om voor een veel hoger bedrag een DNA-vergaderzaal te gaan bouwen. Schrik niet. En dat is tegen de stedenbouwkundige wet. Dat gaat maken dat Suriname van de UNESCO-erfgoedlijst zal worden weggehaald. Alle aannemers zijn gebundeld, zijn tegen dat ding. En meneer Santokki, ik hoor ze vandaag hadden ze eerste stillegging. Dus de mannen luisteren naar niemand. Ze doen precies wat ze willen. Er wordt grof geld gemaakt. En het is jammer. Misschien wordt straks daar ook gesloopt, ne? Wat zei je? Misschien wordt het nieuw DNA-vergaderzaal ook gesloopt na een tijdje. Kan, we weten het niet. Maar ziet u? Kijk daar. Met een poklijn wordt alles gewoon tegen de vlakte gegooid. Het volk is getuige daarvan. Ja. En zo gaat 3 miljoen euro teniet. 3 miljoen en 500 US dollar. Ja, laten we zeggen 3,5 miljoen gaat nu gemoeid daar, terwijl gezondheidszorg kan met grote problemen. Overal in het land. Scholieren, studenten hebben geen meubilair, ze moeten meubilair verhuizen. Dan kan je met dat geld, die 500.000, meubilair kopen van scholen. Maar verkeerde prioriteiten. U bent ook politieman geweest, hè? Hoe kijkt u hier tegenaan als politieman? Dit is een onderzoek waard. Waarom het afgekeurd is, wie allemaal belast was met de gunning, controle enzovoort. Dus dat is een onderzoek waard. En het Openbaar Ministerie, kijkt u daar, dat grijs dak daar. Daar zit mevrouw Parasti. Niet steen waarop afstaan. Waarom kan ze geen kijkje nemen hier? Dit is een vorm van corruptie. Dit is een vorm van corruptie. Men zei NDP-regering deed aan corruptie. Laten we dat aannemen. Maar wat hier gebeurt is erg. Erger dan tijdens de NDP-regering. De vergaderzaal van DNA-gebouw, idem. En zo ook de bouw van die brug over de Karateinrivier. En zo kunnen we doorgaan. Zoveel bouwwerkzaamheden zonder de DNA te adiëren. Zonder eigenlijk adequate stukken te sturen naar de DNA. We vragen het tig aantal keren en we krijgen maar geen antwoorden. Laat het volk zien via Star News wat meneer Santokki en zijn regering doet met uw geld. Maar dit was toch door Santokki gestart toen hij politieman was? Hij was minister van Justitie, 2005-2010. Ja, dus ik bedoel, net als u heeft hij ook een link met de politie. En als minister heeft hij dit gestart, toch? Ja, maar ik weet niet precies, maar ik weet dat er een onderzoek door aannemers is verricht. En ze zeggen dat het gebouw is afgekeurd. Ja, dat weet ik wel. Ik was toen minister, meneer Parmisser, fractieleider van de NDP in het parlement, was toen minister. En nu zijn alle aannemers tegen dat meneer Janki die vergaderzaal van DNA gaat bouwen. En dat gaat maken dat Suriname van de erfgoedlijst, weer het erfgoedlijst van UNESCO zal worden gehaald. Kijk daar. Gewoon vernietiging, kapitaalvernietiging. Terwijl baby's doodgaan in het ziekenhuis. Brindrin vindt plaats, kader gaat weg, want er is geen geld om het kader hier te houden. Leerkrachten gaan weg, verpleegkundigen, artsen, noem maar op. Iedereen die weg kan, die gaat weg. En vernietiging gaat door. Er is straks, of er is zo meteen weer een DNA-vergadering. Gaat u dit weer aanhalen? Ja, er is nu een huishoudelijke gaande. En ik kom net vandaar, dan ga ik weer openbaren. Hopelijk krijg ik de gelegenheid, want
Men heeft een techniek daar om mij de mond te snoeren. Het wordt niet te geven, fractieleiders moeten alleen maar praten. Maar die fractieleider van ABOP, die heeft geen kennis van dat ding. En jij die kennis hebt van dat ding, je wordt juist het woord ontnomen. Of wordt, het wordt niet gegeven. Zo werkt men. Er is aangegeven dat er een nieuw gebouw komt, toch? Ja, maar dat voor een veel duurder bedrag ook. Terwijl dit afgebouwd kan worden. Of je kan het zo laten, want het zijn in crisis belangrijke prioriteiten. Volksgezondheid, onderwijs, veiligheid. En het volk moet betaalbaar voedsel hebben. Dat stopt die 9 miljoen dat je hier gaat stoppen. In die projecten, in die, in, op die afdelingen van veiligheid, van volksgezondheid, van onderwijs, van betaalbaar voedsel voor het volk. Medicamentenvoorziening. Stop dat geld daar, want zoveel jaren staat dit al. Ja, meneer Moengra had geschat dat het 500.000 zou kosten om dit ding op te ruimen. Want die fundering is zo sterk, zegt hij. De laatste keer is niet gebleken hoeveel die het slopen zou kosten. Misschien gaat het u lukken antwoord te krijgen in DNA. Ze geven geen antwoorden. Al 3 jaar stellen we vragen. Met wat bedoel ik mijn persoon en alle andere fracties zoals BEP, NDP, stelt vragen, maar we krijgen geen antwoorden. Van de Corentijnbrug hebben we ook vragen gesteld. Geen antwoord. Meneer Santoki zwijgt. De VP weet zogenaamd nooit iets. Maar heeft meneer Janki dat wel. Ik geen via ora. Dat doet u wat, hè? Ja, ja, zeker. Toch vooral hoe het volk nu in armoede leeft. Voedsel is onbetaalbaar. Medicamentenvoorziening is er niet. Dan gaan ze medicijnen halen vanuit India. Ik hoor vervallen. Hoestdranken enzovoorts. Gratis geschonken. Wie zegt mij dat die medicamenten goed zijn voor ons? Want in Afrika, bepaalde Afrikaanse landen, zijn kinderen dood. Ze gaan van die bepaalde hoestdranken van India. En we stellen die vragen en het wordt gezegd. We zeggen vervallen medicijnen. Ik zeg geen vervallen medicijnen. Ik zeg bepaalde medicamenten. Die voldoen niet. Kinderen zijn doodgegaan. En men gaat rustig verder. Nog iets te zeggen? Nou, wat ik wil zeggen is, ik dank Star News, mevrouw Nitaramtaram, uw persoon. En de gemeenschap die getuige is van dit. Stem nooit meer op deze mensen. Anders gaan we niet vooruit. Suriname kan vooruitkomen, mensen. Gelooft u mij, dit is geen leiderschap, dit is eigenlijk verkwanselen van jouw middelen, jouw schaarse middelen. Leiderschap is het volk vanuit een armoedige situatie zoals nu leiden naar beterschap. Maar dit, het volk naar de verdoemenis leiden, dat is geen leiderschap. Dat is eigenlijk favoritisme, vriendjespolitiek. En we zakken verder. Boom.